Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. On behalf of Heroes Lab Field, welcome to this conference on the future of bottom ash. Het is vooral vanuit de betonindustrie dat je ziet, nou, we zijn aan het innoveren, we zijn aan het testen. Hoe ver kunnen we gaan met het vervangen van primaire grondstoffen? Nou, ik vond eigenlijk de eerste spreker heel interessant. Die eigenlijk aangeeft van zand is zeldzamer dan je denkt. It's like the elephant in the room, because we never thought about sand being an issue. But you cannot extract and transport 30 billion tons of material without having a huge impact on the environment and climate. Waar wij mee geconfronteerd worden is een stuk communicatie richting overheden. Het moet bekend worden gemaakt richting overheden, maar ook lagere overheden, dat wij het materiaal goed kunnen toepassen volgens alle eisen. Once we have European legislation, why is it then possible to have 28 different interpretations on this legislation? Dit is heel belangrijk, zeker ook omdat er nu vertegenwoordiging uit Brussel is geweest. Die heeft kunnen zien dat er heel veel mogelijk is met bodemas. Is het een hele belangrijke bijeenkomst voor de hele industrie. We need to work, of course, with governments. They are the ones who are doing the most of these infrastructures, like roads and dams and all kind of facilities that request sands and gravels. We waren eerst best huiverig ooit toen ze kwamen, omdat we dachten, ja, een afvalbedrijf. Maar nu blijkt het een van de meest innovatieve ondernemingen te zijn, omdat grondstoffenverbruik is natuurlijk hergebruik is in. I was very impressed with what I have seen today. The fact that we already have products out there which are partially based on the Heroes raw material. Het is een behoorlijke uitbreiding met een nog betere scheiding. En dat is mooi om te zien. Nou, ik denk dat Heroes hiermee laat zien dat ze vertrouwen heeft in de toekomst. En dat ze effort doen om het product verder te verbeteren. Yes, I'm proud. I'm proud because of the number of people that showed up. About the quality of the visitors. They're all professionals. For a big part coming from abroad. So yes, really proud and relieved. I think Hero started an irreversible process. And will attract more and more people also internationally. To jump on the same bandwagon. En laat het een kick-off zijn voor de verdere discussie met alle stakeholders, met Brussel, om te zorgen dat dit echt van de grond gaat komen.